Vandaag ben ik voor de officieel laatste keer in een horecagelegenheid geweest. Niet dat ik denk dat ik er nooit meer kom, maar vanaf morgen moet je daar een vaccinatiepas of iets dergelijks kunnen tonen. Nou, die heb ik geen. Zo'n vaccinatiepas die zorgt voor een tweedeling in de maatschappij. Op zich vind ik dat helemaal niet erg. Vanuit liberaal standpunt bekeken mag iedere kroegeigenaar zelf beslissen wie er in zijn tent komt. In de jaren 70 en jaren 80 had je zogenaamde vrouwencafés. En dan mocht je dus inderdaad de helft van de wereldbevolking, die mocht daar niet in. Discriminatie? Ja. Maar dat vind ik niet erg. Het is meneer zijn café. Of in dit geval mevrouw haar café. En mevrouw bepaalt de regels. En dat geldt voor iedere horecagelegenheid. Als jij wilt dat er bijvoorbeeld niet gerookt wordt, tegenwoordig is dat natuurlijk overal verplicht. Maar voordat er een rookverbod gold in de horeca, kon een café ook al zeggen, hier wordt niet gerookt. Prima, daar heb ik geen moeite mee. Het is meneer zijn tent, hij bepaalt de regels. Als iemand zegt, in mijn café mogen alleen kale mannen komen in een Hawaii-rokje, prima. Het is zijn tent, hij bepaalt de regels. Als iemand zegt, in mijn café mogen alleen mensen komen die gevaccineerd zijn, zeg ik, prima. Het is jouw café, jij bepaalt de regels. Maar als het van de overheid wordt opgelegd, dan haak ik af. Iedere horecagelegenheid heeft, zoals ik al zei, de mogelijkheid om zijn eigen regels te bepalen. En die kan ervoor kiezen dat er in zijn tent wel gerookt wordt. Of dat er daar wel ongevaccineerde mensen welkom zijn. Dat is liberalisme. Dat was het.